vandaag, zaterdag 16 december. Naast mij speelt Marvilde onder 13-1 en ze maken de gelijkmaker op dit moment. Ze stonden 1-0 achter tegen EMK. De gelijkmaker wordt gescoord. Bij deze stand is Marvilde kampioen. De wedstrijd zal eigenlijk gespeeld worden in Nuenen. Omdat de velden daar al weken te slecht zijn, zijn we uitgeweken naar de velden van Marvilde. En een hele spannende wedstrijd. We maken hier een beetje opwinding. Het kampioenschap zit dichtbij. Het laatste fluitsignaal is daar. Het benodigde punt is binnen. De JO 13 is kampioen geworden! Proficiat met het kampioenschap. Fantastisch gespeeld vandaag. 1-0 achterkomen. Heel spannend. 1-1. Jouw verhaal van de wedstrijd. Nou, ons team is gewoon goed. We spelen goed. We zetten veel druk en daardoor worden we kampioen. Erwin, proficiat met kampioenschap. Jouw verhaal van de wedstrijd. Het was best spannend. Spannender dan we gewild hadden. Maar EMK was een goede ploeg. Dat zagen we al aan de uitslagen. Voor de wedstrijd begon ze 1 punt voor. We waren licht beter. 3 keer de paal geraakt, nog een paar open kansen. Moet ik eerlijk zeggen dat hun ook een aantal kansen hadden. Maar toch minder dan ons. En wat is er mooier als je gelijk moet spelen en je speelt gelijk. Dus veel spannender kan een kampioenswedstrijd niet zijn. Ik kon duidelijk zien, EMK speelde met een paar grote fysieke spelers achterin. De aanval was voetballend van Marvilde beter. Toch wat moeite om voor in die bal vast te kunnen houden en kansen te kunnen creëren. Nou, je begint er verstand van te krijgen, Bas. Dat is goed te horen, maar dat is inderdaad goed geanalyseerd. Je zag bij EMK 3 dispensanten. Die maakten fysiek wel het verschil. De voetballer werd er goed tegenover. Maar in zo'n kampioenswedstrijd zit er toch druk op. En je ziet een aantal jongens daar iets onder hun niveau bleven. Maar dat was nog meer voldoende om kampioen te worden. Mooi zo. Nogmaals proficiat Erwin. Ik heb nog 1 vraag. Hoeveelste kampioenschap is het voor jou? Ik heb het heel eerlijk gezegd niet om arrogant te doen. Maar ik heb het niet meer bij gehouden. Maar ik moet zeggen, dit kampioenschap in de tweede klasse met het spel wat we geleverd hebben dit seizoen. Dus constant inzet, kort erop, goed voetbal, prachtige goals. Is wel een van de mooiste. En ook dit keer gaan de kampioenen op zegetocht door Veldhoven op een boot die wordt geleverd door een van onze sponsoren.
En zoals gebruikelijk, Edwin Slagboom, hoofdtrainer van het eerste van Marvilde, doet de huldiging bij onze kampioenen. De privésponsor van de onder 13-1, Groundhoppers On Tour, reikt een mooie Marvilde sjaal uit. En ook uiteraard de complimenten aan de technische staf van het team, want zonder hen wordt het zeer moeilijk om kampioen te worden. En zoals altijd wordt het team gehuldigd met de mooie kampioenschaal.